zitten hier inderdaad in volle natuur, in de polders. Ik ben Michel van Tricht, kaasmeester uit Antwerpen. We gaan Dries de Berg ontmoeten, die hier in Dijchhoff dus ambachtelijke kaasjes maakt. Dus we gaan kaasjes hier degusteren, die perfect samengaan met de blonde leffe. Ja, Dries, wat maakt jullie kaas eigenlijk zo uniek? Michel, we maken de kaas dus van verse, biologische, rauwe melk. En vooral die ingrediënten van onze kaas maken dat we een heel puur eindproduct hebben. Daarna hebben we heel veel zorg tijdens de rijping om het te draaien, om het goed op te volgen als de schimmel goed evolueert. Ja, ik heb hier een schitterend aperitief bier meegebracht. Een leffe blond. Mooi aroma. Ja, ja, absoluut. Heel, heel, heel plezierig, elegantie, toegankelijkheid. En combinatie, Dries, bieren en jullie kazen. Het starten met het Keims bloempje. Dus het is een natuurlijk korstje die zeker mag opgegeten worden. Mooi smeug. Frisse zuren in de kaas en frisse zuren in de blonde leffe. Ja, op die manier. Zachte karakter van de blonde leffe. Ja. Schitterend apéro. Smaakt naar meer. Absoluut, absoluut. De toerist. Super.